vrouw van 21 is van de tribune gevallen bij voetbalvereniging Brabantia in Strijp. Ze viel een paar meter naar beneden en werd met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis. De club tast nog in het duister over wat er precies is gebeurd. De vrouw is buiten levensgevaar en maakt het naar omstandigheden goed. Er is op dat moment een voetbaltoernooi gaande voor alle kroegen op Stratum Zeind. En na dat voetbaltoernooi wordt er hier gegeten, in het sportcafé van Brabantia. Vanuit dat sportcafé kunnen mensen de tribune oplopen. De voorzitter van de club laat ook weten dat dat af en toe gebeurt. Dat mensen hun bord mee naar buiten nemen om even een luchtje te scheppen bijvoorbeeld. En daar hun eten op te eten. Of het zo ook gegaan is, of daarna de vrouw ook van de tribune gevallen is, dat is niet bekend. Daar doet de politie nu onderzoek naar. De voorzitter laat in ieder geval weten geschrokken te zijn van het voorval. Een feest had het moeten zijn bij de voetbalclub, maar het eindigt in een kleine nachtmerrie. Het slachtoffer wordt waarschijnlijk snel ontslagen uit het ziekenhuis.